Het is niet noodzakelijk verstandig om uh, in het algemeen en zeker niet voor je eerste film te werken met, met kindacteurs. Um, je hebt namelijk geen, geen database, zeker niet in 1989. Um, nu zijn er ondertussen zoveel producties, zowel voor televisie als voor film, dat er ondertussen een aantal ja, acteurs zijn, jonge acteurs, die je kent, omdat ze al een paar keer in films of in reeksen hebben gezeten. Dat was toen absoluut niet het geval. Dus je moet dan gaan casten. En we hebben dan, uh, ik weet niet meer wie, maar we hebben iemand echt een specifieke kindercasting laten doen. En daar is Erik Bulkes uh, uitgekomen. Erik had een soort, hoe moet ik dat nu zeggen, um, introverte. Melancholie die absoluut paste voor het personage dat hij moest spelen. Uh, een van de tips bij het casten van kinderen is om iemand te zoeken die zo dicht mogelijk zit bij het personage, eerder dan iemand te vinden die dat personage moet spelen, wat ja, minder evident is. Dus Erik had de uitstraling die ik min of meer in gedachten had voor dat jongetje. Hij heeft dat ook heel goed gedaan, vind ik. Ik denk niet dat ik Erik. Uh, anders behandeld heb dan, dan, dan Chris Kamenbergs of, of Camilla Blaireau, de twee, de twee volwassen acteurs. Uh, het waren ook geen kleine kinderen. Het waren, uh, hoe oud zou Erik geweest zijn? Dat is nu echt, oh, ik vermoed dat hij tien, elf, twaalf was of zoiets. Dus daar kan, je, ik bedoel, daar kan je ook al gewoon, gewoon tegen, tegen praten. En die was daar ook vrij, vlot, uh, die was er ook vrij vlot mee weg. Hij heeft ook zeer weinig dialoog. Daar hadden we wel voor gezorgd dat de kinderen, Weinig dialoog hadden, omdat het meestal daar natuurlijk uh, fout loopt. Uh, dus ze hadden zeer weinig dialoog. Het ging meer om een, om een fysieke présence en dat plaatje klopte. Ik denk niet dat Helping Hand, uh, het werken met Erik Bulkes, uh, mij geholpen heeft uh, bij het regisseren van Ilya van Maldergem in, in buitenspel. Ik moet ook eerlijk toegeven dat buitenspel een dermate grote productie was dat uh, uh, om. Uh, met te ontlasten en om zeker te zijn dat Ilia zich op zijn gemak voelde op die grote set, dat wij Michael Pas hebben aangesproken als kindercoach. Um, uh, en, en Michael is zeer intens met Ilya bezig geweest, zodanig dat als hij op de set kwam, hij in ieder geval teksten kende, uh, de, de, de betekenis van de scène, eventuele uh, achterliggende, uh, de, de achterlaag die hij moest kennen. Dus dat is voor een groot deel. Michael geweest. Mijn communicatie was eerder met Michel van dat is ongeveer wat ik wil en dit en dat en dat, zodat er op de set alleen nog maar moest bijgestuurd worden. En dat is een systeem dat ik sindsdien bijna altijd toepas. Als ik met kinderen werk, wat eigenlijk al vrij vaak is gebeurd, ook in Vermist met name, werk ik altijd met een kindercoach, met iemand die zich op de set ontfermt over die kinderen, die weliswaar op speelse manier de teksten voorbereidt, maar er vooral voor zorgt dat zij zich op hun gemak voelen. Dat is vaak de sleutel. Zij belanden in een omgeving die ja, toch redelijk intimiderend is, met allemaal mensen die ja, nogal boven hen uittorenen, waarmee termen, waar termen worden gegogeld die ze niet begrijpen. Als je dat ongemak kan wegnemen, is de helft van de strijd al gewonnen.